Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen beste mensen, het is weer tijd voor Henk in de keuken. Het is vandaag vrijdag, woensdag is het vandaag, 16 februari 2022. Het land gaat open, snelle versoepelingen in 3 stappen. Stap 1. Einde advies om thuis te werken. Bezoek thuis mag onbeperkt. Stap 2. Horeca en cultuur open tot 1 uur 's nachts. Stadions voor voetbal mogen weer vol. Nog maar 5 dagen thuis in isolatie na positieve test. Stap 3. Coronapas verdwijnt. Einde vroegere sluitingstijden voor horeca en cultuur. Afstandregel verdwijnt. Plicht om mondkapje te dragen vervalt. 1G bij grote evenementen. Indoor. Dus ja. Van de strengste lockdown regels naar volledig de remmen los. Is het een te grote stap? We zullen zien. Maar ik denk dat er een hoop mensen blij zijn. In ieder geval. Dat gaat per 25 januari in. Het is vandaag 16 februari, dus het is nog een paar dagen doorbijten. En dan kunnen de mondkapjes de prullenbak in. De QR-code kan gedeleteerd worden. En huppakee, alles weer klaar. Nou ja, we hebben natuurlijk ook nog de Olympische Spelen. Wat volgen we? De medaillespiegel is toch weer een beetje omhoog geklommen met de bronzen medaille van de dames achtervolging. We hebben nu 6 gouden, 4 zilver en 3 bronzen. Vandaag hebben we op tv Short Track 1500 meter kwart en halve finales om 18 over 2, de A-finale met Susanne Schulting, Sandra Velsenboer en Rianne de Vries. Om 13:30 hebben we de relay van mannen de B-finale. Dus daar is geen medaille te halen. Met Isaac, jij weet het niet. Het kan allemaal als samenvallen in de A-finale. En dan heb je misschien nog brons. Met Isaac de Laat, Sinky Knecht, Jens van het Woud en Sven Roes. Ook de kunstrijdster Lindsay van Sunder doet het hartstikke goed. Maar goed, de keur is goed voor een plek in de finale. Deze spanning had ze nodig, zei ze. Maar dat wordt natuurlijk geen medaille. Dat zal Gods wonder zijn. Nou ja, in ieder geval, het krantje is weer rond en het is vies en regenachtig weer. Maar we hebben het allemaal weer gefikt en het is klaar. Ik had niet verwacht dat de dames nog een medaille zouden halen. Dat de heren op de 4e plek zouden, dat had ik wel verwacht. Want ze waren gewoon niet snel genoeg. De Noorden deden het geweldig. We hebben natuurlijk wel massa gehad bij de dames dat de Japanse dames vielen. Volgens mij hebben we daar wel een beetje voordeel bij gehad. Anders geloof ik niet dat er een medaille in had gezeten. Of hoe die regels precies zijn, weet ik niet. Maar Japan was natuurlijk veel beter. Nou ja, het krantje, de Stentor, het dagelijkse uitgangspunt van Henk in de keuken. Het is te zien, elke week zijn we er. Voor 9 uur staan we online en een beetje wat oude boerderij en wat sport en een beetje gebladeren, een beetje gestameld. Het hoort er allemaal bij. Voor Peking zijn de spelen dichtbij en toch ver weg. Beijing is het, Beijing. Het is geen Peking. Leven de Olympische Spelen in Peking zelf. Wat merken de Nederlanders die hier wonen van het grootste sportevenement ter wereld? Je hoeft niet eens je best te doen om er niets van mee te krijgen. Het leven gaat gewoon door, ook naast de sport. Maar ja, corona wordt natuurlijk daar ook een beetje rot in te eten. Het publiek is niet in die grote getallen aanwezig. Als dat alle remmen los zouden zijn. Prins Andrew treft een schikking.
Ja, die man was even niet goed bezig. Nou ja, we bladeren gewoon maar door. Het is ook wel bijna weer vijf minuten. Dus het is een beetje de tijd dat ik stop. Dus ik ga koffie drinken. En een koekje doen. En daarna gaan we lekker aanschuiven bij de Olympische Spelen. Ik zou zeggen, hopelijk morgen meer, beter en goed nieuws. Toedeledokie.